Nou, dit is mijn laatste les die ik aan jullie ga geven. En ook de laatste les van deze stage. En daarom heb ik dus ook voor een thema gekozen, Final Destination. Final Destination houdt natuurlijk in... Ik ben Mark Morren, ik ben 22 jaar en ik studeer voor godsdienst levensbeschouwing docent op de CE. Nou, je hebt natuurlijk een start. Ik ben aan het begin van dit jaar bij jullie gestart. En ik heb een hele reis doorgemaakt tot aan hier. Nou, mijn taak hier op school zijn lessen verzorgen. Nou ja, op dit moment deed ik er meestal drie. Op deze school geef ik ook twee verschillende niveaus les. HAVO, VWO en VWO. Ik ben dit allereerst gaan doen omdat ik het echt fantastisch vind om met jongeren te werken. Dat is echt mijn passie van, nou ja, toen ik al van de middelbare school afkwam. Ik vond het echt leuk om met verschillende jongeren in gesprek te gaan. Nou ja, dat doe ik dus ook in mijn eigen kerk, werk ik met jongeren. En ik wilde dat ook graag voortzetten, nou ja, in mijn beroep. En vandaar dat ik gekozen heb voor, nou ja, ten eerste de opleiding tot docent. Daar moest ik eerst nog een keuze maken van, nou ja, welk vak wil ik doen. En nou, ik kwam dus uiteindelijk bij godsdienst uit, omdat ik het voor mezelf belangrijk vind om met het geloof bezig te zijn. En nou, ik vind het ook belangrijk dat leerlingen nadenken over levensthema's. Ik vind het heel leuk om leraar in opleiding te begeleiden, omdat ik zie... dat zij van student echt docent gaan worden. En daar horen gewoon andere vaardigheden bij. Het belangrijkste vind ik dat je een mooie les kunt neerzetten, maar vooral dat je contact hebt met de leerlingen. Maar dus je mag nu, deel ik plaatjes uit en dan mag je even tips en tops van mij opschrijven. Dit mag je gewoon anoniem. Ik heb voor dit vak gekozen ook juist omdat ik niet per se door mijn woorden, maar ook juist door mijn daden wil spreken. Dus nou ja, ik vind het helemaal niet erg om tijdens lessen niet over mijn eigen geloof te praten. Ja, ik heb ervoor gekozen om docent te worden. Ik vind het niet per se nodig om evangeliserend voor de klas te staan, want dan had ik voor jongerenwerken kunnen kiezen. Mijn droom is wel dat ik tijdens de lessen leerlingen leer nadenken over thema's. Dat is echt mijn droom, dat ze elke les binnenkomen van oké, we gaan weer wat leren over... welk thema binnen het geloof dan ook, of binnen een bepaalde religie. En dus groepjes van drie of vier, drie levensmotto's over deze volgende thema's. Ja? Oké, jullie mogen beginnen.